Serieus, als er iets in mijn jeugd was wat ik gewoon niet zonder kon, was het iets waar serieus de coolste stem ooit in zat. En het is gewoon nu weer terug. Door Michael Bay. Dan moet je het hebben over My Little Pony. Dat kan niet anders. Yeah, baby. Whoever you are, I can feel your presence through the Matrix. I ask you. No, I order you. Help us in this dire time of need. Ja, toch inderdaad is het klaar, hè? Ja, jammer. Maak me erop verheugd, maar ja, dit is ook vet. Dit is gewoon super vet. Weet je wat? Vorige keer hebben ze al bewezen dat ze een licentie hadden van Transformers. War for Cybertron hebben ze zo dit meegedaan. Het was echt een gave game. Zowel voor fans als gewoon voor third-person shooter fanaten eigenlijk. Ja, maar met name inderdaad wat je zegt, dat stukje fanservice wat er was. Dat was bij die game was dat echt gewoon, voor de eerste keer in lange tijd weer dat er een game kwam die echt voor fans en door fans gemaakt was. Ja, dat is het belangrijk, door fans. Want dat zag je in alle interviews terug, maar dat merk je ook zo erg in die game. En echt wel. Nu met Fall of Cybertron hebben ze het gewoon die lijn nog verder getrokken, op een positieve manier. Want Generation 1 Transform, alles zit erin. Want echt. Het speelt zich ook redelijk snel af na War for Cybertron. Mm-hmm. Nou, ze hebben uiteindelijk het gevecht verloren, de Autobots tegen de Decepticons. Verloren, ze moeten de planeet verlaten, zoals we allemaal weten uit de originele serie. Yep. En nu speelt zich af, je krijgt eerst een beetje een stukje wat je ook in de demo hebt kunnen spelen. Dat is je eerste level wat je krijgt. Nou, daarna krijg je het te zien 6 dagen eerder. Dat is echt zo gaaf gepresenteerd, echt heel bombastisch, weet je, als een film. En dan ga je gewoon... Je gaat gewoon die 6 dagen na die launch van de Ark, waar ze dus de Cybertron wil snappen, ga je spelen. Ja. Het is gewoon cool. Ja, het is echt vet, inderdaad. Ik bedoel, ik mezelf ben ik niet zo van de third-person shooters in het algemeen. Maar ik heb me hier echt mee vermaakt. En inderdaad, ook als Transformer-fan van vroeger. Nou, gewoon al die G1-Transformers en ook al die stemmen die erbij kloppen, weet je. Het was gewoon nostalgie, heerlijk. Sowieso heb je natuurlijk Peter Cullen, die Optimus Prime speelt. Als je die mannen hoort praten, Prime. Zo cool, weet je. Dat begint, al die games beginnen met al die films. Het is misschien een beetje cheesy aan het worden, maar... Ja, het is super cliché. Het is zo cool. Het is zo cool. Maar ja, helaas zit niet de originele stem van Frank Welker en zo erin. Maar hij doet goed zijn best, hoor, die gast die Megatron nu voor. Ja, ik vind het goed overkomen. Ja. Dus, wat ook heel grappig is, want inderdaad die fanservice, ook die kleine mini-transformer die je af en toe alleen in de strip zag, of af en toe één aflevering in een serie, die zit er ook allemaal in. Ja, wat waar ik bijvoorbeeld van stond te kijken, was gewoon bijvoorbeeld op een gegeven moment zie je die Dinobots voorbij komen. Het is zo gaaf, je speelt gewoon een van de laatste levels, mag je gewoon met Grimlock aan de slag. Ja, ik bedoel, die kwamen in de tekenfilmserie kwamen die al niet superveel voor. Het en dan was je al af en toe, weet je wel. Ja, precies. En nu ben je er gewoon eentje. En niet gewoon eentje van die knakkers, nee, gewoon Grimlock. De Dinobot nu daar. Ja, super fucking vet, joh. Het is wel een nadeel trouwens, vind ik. Het is ook logisch, maar ook een nadeel. Tijdens de game kan je op elk willekeurig moment transformeren. Ja. Naar een auto of naar een jet, wat je ook bent op dat moment. Grimlock kan dat dus niet. Bij Grimlock moet je een bepaalde rage opbouwen. En dan verandert en dan word je gewoon die big ass, badass T-Rex. Die vuurspuwt en alles kapot eraf. Ik snap dat je niet constant kan veranderen aan de ene kant. Ik snap het idee, want dat wil iedereen. Dan ga je alleen maar als Grimlock rond wandelen. Maar ik vind het, volgens mij komt dat wel een beetje nog in de lijn, hè? Maar misschien herinner ik het me verkeerd, maar volgens mij is dat wel een beetje in de lijn met de serie. Want volgens mij was bij de Dinobots inderdaad dat ze wat primitiever waren en dat ze inderdaad als ze boos werden pas transformeren. Dan werden ze inderdaad, maar echt als ze pist werden met een Grimlock werd inderdaad. Ja, dus dat, van de ene kant is het jammer, want het is gewoon vet om inderdaad volle gas met Grimlock door te stormen. Maar het is, trouwer aan die serie kan je bijna niet maken. Nee, want dat hebben ze inderdaad, nou heb je gelijk, dat hebben ze echt perfect gedaan. En wat ze ook gedaan hebben is, je kan niet schuilen in de game, niet zoals je dat een beetje gewend bent van sommige spelers. Zoals alle Gears of War. Gears of War, dat zit er niet in. Wat ze hebben gedaan is dat je met 1 druk op de knop, verander je van positie. Dus linkshanders of rechtshanders, zeg maar.
standaard loop je met je gun rechts. Mm-hmm. Dus dan kan je op die kant makkelijk schieten, kan je achter een muurtje gaan staan, kan je rechts gewoon mikken, geen enkel probleem. Maar je hebt ook soms dat de gasten links achter het muurtje staan. Nou, druk je op de knop, wisselt hij zo zijn wapen en dan sta je gewoon links achter die muur. Dus het werkt ook. Ja, op zich wel. Op zich, maar wat ik zelf merkte met het spelen was van, in principe kon je op die manier wel cover gebruiken. Maar wat denk ik het beste in dit spel was, en volgens mij is dat stiekem ook wel een beetje de bedoeling geweest, blijven bewegen. Ja. Blijven bewegen. Als je te lang stilstaat, dan... Ja, je moet ook helemaal niet stil willen staan met zo'n coole kick. Nee, zo. Maar je bent gewoon het rennen, schiet, transform, flop, rij een stuk door, wup, dan sta je te knallen. Ja, fucking epic hoor. Want ik ga ook niet heel veel sporen, want het is gewoon het eerste level dat je gaat spelen. Op een gegeven moment loop je dus als Optimus loop je door een wereld heen die constant transformeert. Weet je, de hele gangen veranderen, moet je een andere weg nemen. Mm-hmm. En dan probeert Optimus al contact te leggen met Ratchet en zo van, hey, er verandert alles altijd. Wat is dit, weet je? Ja, waarschijnlijk is al die energon verandert een beetje de omgeving. En dan kom je er dus uit en zie je zo'n zwart vlak. En op dat moment begint de hele grond te trillen en komt gewoon freaking epic Metroplex daar ook. Dat is gewoon Autobot City transformeert en je ziet Optimus Prime zo van, want die kent hem ook nog niet op dat moment. Wow, weet je? En al die andere gasten, Optimus, kijk uit, weet je, kijk uit. En die zeggen, no, weet je, hij is friendly, het is goed. Ja, dat is super vet. Maar toen werd ik bedonderd, jongen. Die game, hij zet op de Metroplex op Optimus Prime op de grond zo. Optimus stapt echt zo, Optimus is dit, weet je, die stapt zo af. Dan zie je die kamer uitpennen en inzoomen op Metroplex. En dan zie je Metroplex, destroy the Decepticon. Dan zeg je, yes, ik mag als Metroplex. Nee. Oh. Dat komt namelijk level 3 en dan ben je gewoon weer Optimus. En lopen we alles te vernielen achter. Het is super cool om te zien. Ja, man. Ja, absoluut. Maar ik snap wat je bedoelt. Ik wou Metroplex zijn. Ja. Wat ik me wel nog... Daar heb ik niet de kans voor gehad. Maar ik heb er stiekem wel goede hoop in. De multiplayer. Nou ja, ze hebben de multiplayer van vorig jaar die al perfect in elkaar zat gewoon verbeterd. Voorheen kon je al een... Transformers zelf een beetje maken. Mm-hmm. Maar dit is nu zo uitgebreid. Je hebt echt gewoon je eigen... Je hebt gewoon echt Transformers. Wat je als kind altijd wilde, dat heb je nu. Je kan hem gewoon helemaal zelf maken. De hoofd, de armen, de wapens. Waar gaat hij in transformeren? Ja. Wat zijn zijn specials? Noem het maar op. Ja, waar ik dus ook erg benieuwd naar ben, is van... volgens mij kan je voor multiplayer kan het heel erg vet worden. Als je inderdaad allerlei soorten verschillende Transformers hebt. De ene verandert in een vliegtuig, snel tussendoor, vliegt weg. De andere in een auto, ja, scheurt op. Dat heb je dus. Het is echt auto's, vliegtuigen, helikopters, tanks. Ja, alles neemt het tegen elkaar op in die game. Ja, het is wel iets waar ik nog zeker tijd in wil gaan duwen. Absoluut. Zeker. Nou, de DLC die uitkomt gaat super vet worden. Je krijgt 3 pakketten. En één van de pakketten is gewoon... Het zijn allemaal multiplayer pakketten. Dus skins voor multiplayer. Mm-hmm. En dan heb je inderdaad de bekende G1-characters wel natuurlijk in een Cybertron-vorm. Maar ze hebben één skin die wordt ook voor de singleplayer-campaign. Dat is gewoon full-on Generation 1 Optimus Prime, zoals hij in de take van was, op aarde. Ja, ik vond hem eigenlijk al in Cybertron-vorm, vond ik hem al... Ja, geslaagd als G1-transformer, weet je. Maar inderdaad, als je dan helemaal je van het gewoon zoals in de serie kan zien. Zoals ik dat speelgoed nog heb staan, daarmee ga je spelen. Dat is gewoon cool. En dat is gewoon vet. Dat noemen we fanservice. Stiekem vind ik het één nadeel. Ik snap het qua verhaal en snap ik het. Elk level speel je met een andere transformer. Mm-hmm. Soms 2 keer achter elkaar, bijvoorbeeld als Optimus. Maar je krijgt niet de keuze vanaf, ik wil die transformer spelen. Ja, Had dat dan gedaan nadat je de game uit hebt gespeeld? Dat was wel, ja, daar had je inderdaad ze daar mogelijkheid wel laten liggen, denk ik. Want daar had je het spel echt wel mee kunnen oprekken, inderdaad. Door met verschillende Transformers gewoon dat verhaal uit te spelen, bijvoorbeeld. Ja, desnoods, weet je, echt die filmpjes dat je die dan niet in met die Transformers ziet. Maar gewoon dat je die game door kan lopen en dat kan vechten met jou, waar jij gewoon het lekkerste mee kan besturen. Ja. Met die character. Ja, mee eens. Ja. En weet je wat cool is? Het ziet er dus in die... Thuis zat ik die game aan en ik krijg serieus te horen van de thuisfront, wauw, wat ziet die game er goed uit en wauw, zo'n gaaf nummer. Dit is een nummer in de intro, speciaal geschreven voor de Transformers game. Het wordt gewoon gezongen en dat was van de trailer die ze ook bij de E3 lieten zien. Mm-hmm. Dat de nummer met, volgens mij heet het Angel, maar zo tof. Ja, echt. De verhaallijn klopt en ik kan er ook niks anders over zeggen, het klopt. Ja, en sowieso ook wat je zegt, het is inderdaad goed gedaan, de algehele presentatie gewoon van het hele verhaal en ook gewoon de sfeer. Je hebt gewoon echt het gevoel, ik ben de laatste fucking dag op Cybertron aan het vechten om te zorgen dat we weg kunnen komen veilig. Het klopt gewoon, weet je. Daar sla je inderdaad, maar even wat anders, gameplay. Ja.
Hoeveel, jij hebt hem op de PlayStation gespeeld? Ik op de 360. Ik heb ook de demo heb ik trouwens op de PlayStation gespeeld. Ja, want even voor, want jij hebt ze dus alle twee vast gehad. Zat er verschil in van jou qua knopje? Nee. Nee, had ik ook niet verwacht. Het is dat de knop een ander logootje hebben, maar ze zitten op dezelfde plek. De game ziet hetzelfde uit. Ik weet niet. Het zal vast verschil zijn als je ze naast elkaar zet. Absoluut, maar het is inderdaad voor een reguliere gamer is het gewoon niet merkbaar. Ik bedoel, alle twee gewoon goede kwaliteit, weet je. Ja, het, is gewoon, het ziet er goed uit, weet je. Ja. Maar de gameplay inderdaad, ja. Wat je zegt, wat mij opviel, want wat ik al zei ook, ik ben normaal ben ik niet zo iemand van third person shooters. En dat heeft met name ook wel een beetje met het hele Gears of War verhaal te maken. Ik zie het gewoon niet zitten om in een game met een grote gun te rennen en dan iedere keer 2 meter naar het volgende muurtje te rennen, te gaan zitten, schiet naar het volgende muurtje. Daarom speel ik geen third person. Ja, precies. Ik wil gewoon inderdaad een third person, een beetje arcade-achtig gewoon knallen, weet je. Ja. Ja, en hier kreeg ik dus wel dat gevoel. Ja, je krijgt, ja. Ja, maar je krijgt er ook de kans om dat te doen. Ja. Die paar keer dat je echt afgemaakt wordt wanneer je dat probeert, is jammer. Nee, maar nee, je zou het kunnen doen. Tuurlijk, je gaat niet all-out helemaal geschreven Rambo stilo, maar het is inderdaad gewoon wel, je blijft bewegen. Weet je, af en toe transformen tussendoor, er zit gewoon vaart in. En dat vind ik belangrijk bij een third-person shooter, voor mij persoonlijk. Ja, omdat anders ben ik er heel snel klaar mee en hier had ik dat gevoel gewoon niet. En zeker omdat dat dus naast die snelle gameplay, die gewoon goed werkte voor mij, plus inderdaad het verhaal wat gewoon goed geschreven was. Ja, dat zorgt er gewoon voor dat ik door die game heen ga. Ja, ja, want je hebt natuurlijk, je krijgt even, je hebt, af en toe heb je een soort pot staan, dat is dan Teletran 1, is dat? Daar kan je wapens upgraden, je kan wapens kopen, maar daar kan je dus ook wapens achterlaten. Want je kan maar 2 wapens meenemen, ja. je standaard wapen en je special weapon. En ik zou zeggen, dat was me niet echt duidelijk dat dat kon. Dus ik had een ander wapen gekocht en wat een klote wapen, weet je, dit is niks. Je kan ook wel wapens van tegenstanders ontmakken, maar we weten allemaal wat dat is. Dat zijn die schijfwapen waar je dan de kogels weer niet van gaat vinden of whatever, weet je. Ja, precies, dat is niet je van het. En toen kwam ik dus weer best van Teletran 1 console. En ik zie ineens, dat is dat wapen wat ik goed vond. Oh, equip. Ik hoef, weet je, kijkt dus punten of geld. Cybertron Money, wat ik voor het willen noemen. Mario Coins, freaking hell. Maar die kan je dus uitgeven om je wapens te upgraden, sterk te maken, meer grotere magazijn, maar ook andere wapens, extra raketten en granaten meenemen. Ja. Maar daar stond dus bij equip, omdat ik hem al had. Toen dacht ik, cool. Ja, dat was mij serieus nog niet eens opgevallen. Je upgrade echt je wapens en je kan echt. Je hoeft niet veel moeite om je punten te krijgen. Elke krijg je er wat bij en alles wat je oppakt. Maar prima, weet je, het werkt perfect en het is goed, dus geen enkel probleem. Ja, netjes. Dus ik ben tevreden over deze game. Absoluut. Zeker weten. Voor mensen die gewoon third-person shooters gewoon vet vinden, is het sowieso een goede game. Is het gewoon een goede game? Absoluut. Ben je een Transformers game, dan moet je de komende dagen slabbetjes dragen, want je kwelt alle kanten op. Ja, zeker weten. Voor Transformers fans kopen. En voor third-person shooters gewoon ook een goede game. En mag ik hem heel cheesy afsluiten? Deze game is echt serious more than meets the eye. Oh mijn god. Come on, man. Let's roll out.